Het is 1:01 en ik ga van start. Van harte welkom allemaal bij dit webinar van het Nationaal Consortium Zon op Water. Mijn naam is Robin Kwaks, programmamanager hernieuwbare elektriciteit bij TK Urban Energy. En vandaag ben ik jullie webinar host. Zon op Water kan rekenen op een groeiende belangstelling. Afgelopen week stond er bijvoorbeeld een mooi verdiepend artikel in het NRC. Waar twee van de sprekers van vandaag uitgebreid aan het woord kwamen. Complimenten Wiep en Allard voor het leuke artikel. En we merken het ook in de vele aanmeldingen voor vandaag. Het Nationaal Consortium Zon op Water is een informeel kennisnetwerk, waarin partijen vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en maatschappelijke organisaties kennis uitwisselen en gezamenlijk innovatieprojecten opstarten. Het lag aan de basis van de opkomst van drijvende zonnepanelen in Nederland en heeft de ambitie om ook in deze volwassen wordende sector een verbindende rol te blijven spelen. We organiseren 2 keer per jaar een bijeenkomst, deze keer helaas nog digitaal, en wisselen daar informatie uit via onder andere de website zonopwater.nl. We moedigen iedereen aan om actief te worden binnen dit netwerk en zo de kennisbasis rond zon op water in Nederland te versterken. We gaan het vandaag met jullie hebben over de laatste ontwikkelingen rond zon op water en hebben daar volgens mij een ontzettend interessant programma rond weten samen te stellen. We beginnen met een aftrap van Wiep Volkerts van TNO, voorzitter van het Nationaal Consortium, over de doelen en mijlpalen van dit samenwerkingsverband. Vervolgens gaan we in het eerste blok in op de perspectieven op zon op water vanuit diverse overheden en de uitdagingen en kansen die ze zien. Erik ten Elshoff van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft een reflectie op de recent opgestelde routekaart Zon op Water. Ina Elema, beleidsadviseur energie bij de Unie van Waterschappen, zal vertellen over de uitdagingen rond vergunbaarheid in relatie tot ecologie en waterkwaliteit. En Sascha de Rijk, onderzoeker bij Daltaris, gaat vervolgens in op de laatste ontwikkelingen op onderzoek naar die ecologie en waterkwaliteit. In een vraag- en antwoordsessie na afloop zullen Wiep en ik sprekers jullie vragen voorleggen en de discussie met ze aangaan. Na een korte pauze gaan we in het tweede blok in op de perspectieven van innovatieve bedrijven op drijvende zonnepanelen. Arnoud van Druten van Sun Project zal vertellen over de uitdagingen op binnenwater. En Allard van Hoeken van Oceans of Energy geeft een inkijkje in de uitdagingen van offshore drijvende PV. Ook met Arnoud en Allard gaan we in op jullie vragen. We sluiten af met een digitale meet and greet, waar we jullie de gelegenheid bieden om in kleine groepen na te praten. Door corona helaas zonder bier en bitterballen van de zaak, maar wel een goede gelegenheid om de andere deelnemers beter te leren kennen. Daar hoeven jullie zelf niks voor te doen. Wij zorgen dat jullie elkaar tegenkomen in breakout rooms. Allemaal blijven hangen dus. We gaan zo door naar de eerste spreker, maar ik vraag nog even jullie aandacht voor de huisregels van dit webinar. Ik wil iedereen vragen om de microfoon tijdens het plenaire programma op mute te houden. Bij de meet and greet gaan we natuurlijk wel met elkaar praten. Zet je camera aan als het kan en stel je vragen in de chat. Deze behandelen in de Q&A-blokken of eventueel tussendoor. Handen opsteken, daar reageren we in het webinar niet op. De vragen die niet aan bod komen, we zullen ervoor zorgen dat die achteraf worden beantwoord. Of dan wel doorgezet naar de betreffende sprekers. En we spreken af dat we het netjes houden in de chat. Ook wil ik er nog even op wijzen dat het webinar wordt opgenomen en achteraf stellen we het online beschikbaar. Dan wil ik nu het woord geven aan Wiep Volkerts, vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van zon op water in Nederland en bij dit Nationaal Consortium. Ja, dankjewel Robin en aan alle luisteraars hartelijk welkom. Het is jammer dat het inderdaad online moet. Waarschijnlijk hebben we dit najaar weer een fysieke bijeenkomst en dat is dan tevens ook, zou je kunnen zeggen, het eerste lustrumbijeenkomst van het Nationaal Consortium Zon op Water. We zijn namelijk opgericht in 2016. En als ik goed geteld heb, is dit de 9e bijeenkomst. Ik wil in elk geval beginnen de TKI Urban Energy. En Robin en Umit heel hartelijk danken voor de organisatie van dit webinar. Heeft toch altijd even wat voeten in de aarde. Technisch, organisatorisch, maar voorlopig loopt het als een trein. Dat is mooi. Het Nationaal Consortium Zon op Water, ik zei al, sinds eind 2016 opgericht door een aantal partijen.
met als doelen om Nederland tot leider te helpen maken in drijvende zonneparken. Zeker kennisuitwisseling stimuleren en organiseren, onder andere door dit soort sessies en innovatieprojecten helpen initiëren. Ik heb al heel vaak gezien dat uit dit soort sessies een consortium voortkomt dat vervolgens een projectvoorstel indient wat gehonoreerd wordt. We hebben een stuurgroep, daar zit ik in namens TNO, de TKI Urban Energy zit erin, Rijkswaterstaat met name Rick Jonker, vanuit de wereld van de waterschappen, STOWA en de Unie van Waterschappen, Ine Elema en Michelle Talsma, Ine zal straks nog spreken. En namens de bedrijven via Holland Solar zit op dit moment Sun Projects, Arnold van Druten in de stuurgroep. Het idee is dus echt dat we samen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen deze tak van sport tot een Nederlands succes maken en tot een Europees succes. Volgende slide graag. Ik wil even een paar highlights laten zien van de afgelopen jaren. In 2018, ja, dat is alweer bijna 3 jaar geleden, hebben we de eerste pilotstudie en hier staat GSC2 water. En dat betekent golfslag categorie 2 water, oftewel moeilijker binnenwater noemen we dat ook wel eens. Oftewel binnenwater met golven tot een meter hoog. Dus denk aan, aan plassen en meren van 100, 200 hectare, et cetera. Die pilotstudie hebben we gedaan vanuit het Nationaal Consortium met een heel aantal systemen. En dat heeft mooie resultaten opgeleverd op instraling en albedo. Albedo, dat is reflectie, hè, van zonlicht, in dit geval op water, koeling, vervuiling en golven. Even doortikken graag. Ja, een andere highlight, en daar komen we later nog even op terug, is dat in 2019 een hele uitgebreide studie waar allerlei aspecten van vergunbaarheid van zon op water is afgeleverd. Hier zien we een soort diagram, dat gaat straks ook nog terugkomen. Want ik kan je onmiddellijk voorstellen dat er heel veel zaken komen kijken bij vergunningverlening van zon op water. Volgende slide. Nog 2 highlights. Sinds een jaar hebben we nu de onderzoeksfaciliteit op het Oostvoornse Meer. Brakwater, ook golfslag categorie 2. Deze luchtfoto toont drie heel verschillende ontwerpen waar op dit moment onderzoek naar gedaan wordt op die locatie. Even doortikken. En een ander mooie highlight is ook van vorig jaar dat Nederland nu de trotse eigenaar is, maar in elk geval van het grootste drijvende zonnepark van Europa. Ik denk 23, maar het kan ook 27 megawatt piek zijn. Moeten we even op Google nazoeken. En dat is in Overijssel op de Bomhofsplas. En gerealiseerd door GroenLeven. En dan kom ik op de volgende slide. En ja, we zeiden al, een van de doelen is Nederland, waterland. En wij vinden dus dat we alles in huis hebben om als Nederland een leidende rol in deze tak van sport te spelen, hè, zon op water. Wereldwijd gebeurt al heel erg veel. Maar met name als je naar Europa kijkt, totaal 171 megawatt nu gerealiseerd, waarvan 111 in Nederland. Dus zeker binnen het Europese speelveld zijn we met kop en schouders op dit moment de leider. We zijn eigenlijk een eenmans kopgroep, om het zo eens te zeggen. 65% van alles wat nu geïnstalleerd is in Europa is in Nederland geïnstalleerd. Even doortikken. Ja, en dan lijkt al heel wat, hè? De eerste 100 megawatt mijlpaal hebben we bereikt. Maar als je kijkt naar wat een realistisch potentieel uit verschillende studies voor 2050 voor Nederland is 50 gigawatt piek op water, waarvan de helft op zee. Dus laten we zeggen, we zijn net begonnen en het perspectief is uitdagend en groot en daarmee zijn de kansen ook groot. Dus ik denk dat we nog wel een aantal lustrums of lustra van het Nationaal Consortium Zon op Water zullen gaan beleven.
En daarmee kunnen we naar de volgende spreker. Hartelijk dank, Wiep, voor deze bijdrage. Ons volgende spreker is Erik ten Elshoff. Hij was vanuit EZK verantwoordelijk voor de routekaart zonder water, waarin een perspectief wordt geschetst op de kansen en risico's van drijvende zonnepanelen. Erik, het woord is aan jou. Ja, dankjewel. Ben ik te verstaan zo? Jij bent goed te verstaan. Oké. Eerst even dit plaatje vond ik heel mooi. Had ik even opgenomen. Niet omdat het zozeer de essentie van de routekaart weergeeft, maar het illustreert wel heel mooi de verschillende manieren waarop je tegen zonnepanelen kunt aankijken. Ik weet niet, misschien herkennen de meeste mensen het wel, maar dit is de floating farm in de Rotterdamse, ik meen de Merwedehaven. Dit is dat links dat gebouw wat u ziet daar. En rechts daarnaast liggen zonnepanelen in de vorm van een melkfles of een melkbus. En het mooie daarvan vind ik het hele concept wat erachter zit. Dat is de floating farm, daar lopen op de bovenste verdieping lopen koeien, 36 koeien. De middelste verdieping van het gebouw, daar wordt de zuivel wordt daar verwerkt tot melk en boter en kaas. En de onderste verdieping, dat is het drijvende platform. En de floating farm is een concept dat is bedacht om de landbouw weer dichterbij naar de stad te brengen. En dat op een circulaire manier. Ze betrekken ook bijvoorbeeld bierborstel als voedsel voor de koeien uit de stad. En wat er gemaakt wordt, wordt ook in de stad weer afgezet. Nou, en dan circulair, daar wordt dan ook duurzame energie bij. Dus daar passen dan ook die zonnepanelen bij. En het gehele plaatje is gewoon een prachtig concept van hoe je dingen kunt combineren. Dus eigenlijk wat we noemen dan multifunctioneel ruimtegebruik kunt realiseren. Mag ik de volgende? Dank je. Want de echte aanleiding voor de routekaart die we gemaakt hebben, die we op 2 februari jongsleden naar de Tweede Kamer gestuurd hebben, die komt voort uit een motie uit de Tweede Kamer van D66 en CDA, Sinan Mulder. En de aanleiding daarvoor lag toch vooral in de ontwikkelingen op het IJsselmeer. Er waren wat initiatieven, gedachten om het IJsselmeer te benutten ook voor zon op water, voor drijvende zonnepanelen. Heel veel enthousiasme vanuit de zonne-energiehoek en de duurzame energiehoek natuurlijk. Maar tegelijk ook veel reacties negatief vanuit onder andere de ecologische hoek. Van het is van de Natura 2000 gebied en wat betekent dat? En wat denken jullie wel niet dat je allemaal zonnepanelen wilt realiseren? Dus toen is die motie geformuleerd richting onze minister. En die heeft gezegd dat is een goed idee om daar eens een routekaart voor op te stellen. En dan heel specifiek vraagt die routekaart om onderzoek. En te kijken naar van eigenlijk de doelen van hernieuwbare energie versus de risico's die je voor de ecologie hebt. En ook te kijken naar van hoe kun je die twee dingen eigenlijk het beste samen laten gaan. Het leek ons sowieso wel een goed idee om die ontwikkeling van drijvende zon is wat beter beleidsmatig gezien in kaart te brengen. Want we kenden wel een aantal SDE-projecten en we wisten wel van innovatie. Maar wat is nou het bredere perspectief? Dus daar hebben we ons is met een teamtje vanuit EZK en met betrokkenheid van anderen ons opgestart. Mag ik de volgende slide? En dan kom je wel bij de vraag zo van wat is nou precies een routekaart? Vanuit de energieinnovatie ken je al technologieroutekaart. En Wiep noemde ze net ook al iets. Hè, een streefbeeld technologisch naar 50 gigawattpiek. Nou, wat is er dan aan technologie nodig? Wie moet dan wat doen? Maar je kunt ook, en deze routekaart die door onze minister gemaakt is, is meer een politiek en beleidsmatig routekaart. Dat gaat dan over... Ja, met welke belangen heb je te maken, welke doelen streef je naar, wat voor soort beleid ga je dan treffen en welk effect verwacht je dan van dat beleid. Nou, toen hebben we vanuit die benadering een politiek beleidsmatige routekaart hebben gekeken, welke insteken heb je dan. We hebben niet alleen naar ecologie gekeken, zoals de motie vroeg, maar eigenlijk wat breder van Nederland als waterland. Ja, maar water heeft een heleboel functies. En zon inpassen op water is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat je ook ziet met wind en zon op land inpassen. Dan loop je tegen ruimtelijk beleid aan en alles wat erbij komt kijken als je een nieuwe functie aan al bestaande functies wilt toevoegen of ernaast wilt leggen of wilt combineren. Nou, daarnaast heb je bij zon op water maakt het nogal wat uit welk type water je mee te maken hebt. Zowel qua functies die het heeft, qua oppervlakte en ook qua technologie waar je dan rekening mee moet houden.
En dat was dan de basis voor onze insteek van, nou, kunnen we iets van een beleidsroute schetsen. Mag ik de volgende sheet? Nou, als je dan even grofweg kijkt naar de ruimte die er is voor zon op water. En dan moet je dus ook kijken naar de verschillende functies en de type water die je hebt. Hebben we onderscheid gemaakt in enerzijds in binnenwater en buitenwater. En buitenwater is dan de Noordzee. En bij het binnenwater heb je weer verschillende typen water. Van sowieso de functies. Hè. Een rivier of een kanaal of een sloot en een gracht is heel wat anders dan een bassin of een voormalig zandwinningsput. En daarnaast heb je te maken met de golfslag natuurlijk. De golven op het IJsselmeer zijn wat anders dan de golfjes op een of ander binnenmeertje. En wat natuurlijk belangrijk is, ook met het oog op de aanleiding voor de routekaart, is van ja, wat zijn nou de natuurkwaliteiten, effecten die je hebt en wat is de relatie dan tussen zon-PV-installaties en de ecologische effecten die je hebt. Nou, wat hier bij deze tabel ook meteen opvalt is de grote verschillen in oppervlakte. Dus waar je nu vooral zon-PV-panelen ziet in bassins en zandwinningsgebieden, nou, dat zijn niet de grote oppervlaktes als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een IJsselmeer, de Zuidwestelijke Delta. En helemaal niet als je dat vergelijkt met de Noordzee, want dat is eigenlijk alweer 10 keer zo groot als alle binnenwater bij elkaar. Dus dat geeft ook een beetje een gevoel voor de potenties welke beleidsroute je daarbij kunt uitstippelen. Mag ik de volgende sheet? Nou, dan kom ik dan, hoe ziet die beleidsroute er dan uit? We hebben even grofweg onderscheid gemaakt in klein binnenwater, groot binnenwater met wat hogere golven en de Noordzee. Nou, als je dan kijkt naar de technologieën voor die drie gebieden, dan zie je dus dat op het kleine binnenwater is de technologie nog steeds wel in ontwikkeling, maar op zich wel bekend en dat wordt uitgeprobeerd. De relatie met ecologie is nog relatief jong. Er wordt wat gemeten, gemonitord, maar het is op basis van modellen. Sascha zal straks veel meer over vertellen. En als je dan kijkt naar het beleid, hebben we dus gezegd van zon op water is dat onderdeel van hernieuwbare energie op land. Daar hebben we beleid voor afgesproken van dat we in 2030 willen we in totaal voor hernieuwbare energie op land, dus vooral wind en zon, streven naar, is het doel, 35 terawattuur per jaar te produceren. En om dat beleid te realiseren hebben we een heel traject opgezet met de RESSE, regionale energiestrategieën. Waarbij dus de mede-overheden, provincies, gemeenten, waterschappen hebben gezegd van nou, wij en vooral dus provincies en gemeenten qua ruimtelijke inpassing, nemen wij die verantwoordelijkheid. Nou, als het gaat om zon op water, spelen natuurlijk de waterschappen een hele belangrijke rol erbij, naast de Rijkswaterstaat, dat gaat om nationale wateren. Nou, daar zal Ina straks iets meer over vertellen. Nou, voor 2030 hebben we een doel van die 35 terawattuur. Voor daarna hebben we nog geen doelen concreet neergezet voor hernieuwbaar op land. Behalve dan in het bredere doel van 2050 dat we naar CO2-neutraal 95% CO2-emissiereductie willen. Verbonden aan die RESSE in het verlengde daarvan ligt ook innovatiebeleid. Nou ja, zon op water is een van onze speerpunten van het innovatiebeleid. En dat is op zich ook best wel belangrijk, want recent hebben we ook een verkenning voor elektriciteit uit water gemaakt. En daarbij constateren we een aantal technologieën zijn op zich wel innovatief, maar als je kijkt naar de massa die je kunt realiseren, de focus die je daarbij kunt hebben, dan ligt daar niet bij al die technologieën de prioriteit. Nou, drijvende zon wel, dus dat is wel iets van, nou, daar moeten we verder mee. Nou, bij het grote binnenwater, denk aan de IJsselmeer, denk aan de Zuidwestelijke Delta, daar is technologie meer uitdagend. Daar worden nu pilots bij uitgevoerd. Maar ook dat valt qua beleid dus onder de regionale energiestrategieën. Met wel een belangrijk verschil, dat is dan toch vaak Rijkswater, waarbij Rijkswaterstaat een beheerder is. De hele kritieke is natuurlijk als het Natura 2000 gebied is. Nou, daar hebben we op het IJsselmeer loopt er nu een pre-verkenning om daar een pilot te gaan realiseren.
En daarnaast loopt er ook een initiatief vanuit de Wieringenhoek om te kijken van nou kun je nou natuurontwikkeling combineren met zonnepanelen. En dan nog niet zozeer drijvend, maar meer op palen. Nou, dit zijn interessante ontwikkelingen, die moeten we even afwachten. Medio dit jaar verwachten we daar wat meer uitkomsten van. Nou, en tenslotte heb je de grote ruimte, de Noordzee. Daar zal onder andere Allard straks wat meer over vertellen. De technologie is daar nog een stukje verder weg. Dus let op de hoge golven, let op het zoute water. Ecologie is daar ook weer een heel ander soort vraagstuk. Omdat daar, ja, dat is groot stromend water, zout water. En eigenlijk hebben we daar nog heel weinig ervaring mee. Waar we wel ervaring mee hebben is natuurlijk wind op zee. En daar zit ook een ecologisch onderzoekprogramma omheen. Dit is heel goed mogelijk dat alles wat voor het programma voor wind op zee is opgezet, dat het in de toekomst ook voor zon op zee vorm zal kunnen krijgen. Nou, dat is in ieder geval wel een mogelijke inspiratiebron. Alleen je ziet wel van ja, dit is nou wel veel verder weg. Dus er zitten nog wel de nodige vragen aan. Beleidsmatig hebben we ook geen doelstelling geformuleerd voor specifiek voor zon op zee, wel voor wind op zee. Omdat gelet ook op ja, de onzekerheden die je daar nog bij hebt. En innovatie is natuurlijk wel belangrijk. En als er barrières zijn, dan willen we ook kijken van nou, hoe kun je die oplossen en wegnemen. Dit is ongeveer denk ik het globale plaatje. Hier wil ik het bij laten. Hartelijk dank Erik voor deze toelichting. Om het perspectief van de centrale overheid toe te lichten. Naast de centrale overheid krijgt natuurlijk ook allerlei andere overheidsinstanties te maken met zon op water. Denk aan de waterschappen, provincies, gemeentes. En volgens mij kan jij ons daar meer over vertellen, Ina. Dus ik geef het woord aan jou. Dankjewel. Ik kan de volgende sheet starten. Goedemiddag allemaal. Ik zal een introductie houden over ecologie en waterkwaliteit in relatie tot vergunbaarheid. Zoals jullie zien aan de krantenkoppen die ik heb opgenomen, speelt het momenteel enorm. Er zijn veel initiatieven, er worden al zon- of waterprojecten aangelegd, zoals jullie weten. Kortom, het is een hot item. Volgende. Misschien is niet iedereen bekend met de waterschappen, dus ik heb even een korte introductie opgenomen. Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Die worden democratisch verkozen, eens in de 4 jaar. We hebben een afgebakende taak. We zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water. Ik ben zelf van de Unie van Waterschappen en wij zijn de belangenbehartiger van de waterschappen. Volgende. Zoals ik al zei, waterkwaliteit, waterveiligheid en waterkwantiteit, dat zijn onze belangrijkste taken. En wij ondernemen als waterschappen daartoe diverse activiteiten om die uit te voeren. En één daarvan is vergunningverlening en daar ga ik het voor de rest over hebben. Volgende. Die vergunningverlening die is geregeld in de waterwet. Ik heb hier een stukje overgenomen van de waterwet, waarbij aangegeven wordt, eigenlijk plat vertaald, als je iets wil in de regionale wateren die beheerd worden door de waterschappen, dan dient daarvoor een vergunning aangevraagd te worden. Een parallel kan getrokken worden met de wateren die in beheer zijn van Rijkswaterstaat. Ook daarvoor geldt, als je daar iets wil, moet je daar een watervergunning aanvragen. Gezien deze definitie is ook voor wateren die niet op te leggen van een waterschap staan, is het waterschap ook kwaliteitsbeheerder en daarmee bevoegd gezag voor het afgeven van een watervergunning. Als we even inzoomen naar zo'n waterproject met de volgende sheet, dan zien we dat er 3 vergunningen nodig zijn, zoals net al door Robin aangegeven. Of eigenlijk 3 besluiten. De provincie, het gaat over de wet natuurbescherming, gemeente. Ofwel een omgevingsvergunning geeft hij af, of een afwijking van het bestemmingsplan. En zoals gezegd, wij als waterschap geven een watervergunning af. Dus het zijn de 3 decentrale overheden die allemaal iets moeten zeggen over een aanvraag voor een project zon op water. Wat wij zien is dat er op dit moment parallel naar gekeken wordt. En wij willen eigenlijk
dat we als decentrale overheden daar meer centraal mee omgaan. Dus we willen al eerder betrokken worden in gebiedsplannen. Dat kan natuurlijk in de rest, maar ook in andere overleggen. Om te kijken waar zijn de mogelijkheden, waar verwachten we aanvragen, hoe gaan we daarmee om met decentrale overheden. Er is een zogenaamde coördinatieregeling, die wordt zo meteen ook in de omgevingswet weer opgenomen. Die zou heel goed toepasbaar zijn voor vergunningaanvragen voor zon op water. Dus we hebben zelf die wens dat die toegepast wordt voor zon op water projecten. Als we naar de volgende sheet gaan. Heb ik hier eigenlijk 4 items opgenomen die momenteel spelen bij watervergunningen zon op water. Als we kijken wat al gerealiseerd is, dan zien we eigenlijk dat er weinig aandacht was voor en vanuit waterbeheer belangen. Daarnaast hebben waterschappen daar ook divers op gereageerd, verschillend op gereageerd. Ieder waterschap heeft ook andere beleidsregels, andere algemene regels. Naast dat die waterwet natuurlijk bij ieder waterschap van toepassing is. Dus is verschillend op gereageerd. Daarnaast, als derde punt, hebben de waterschappen het dilemma. Dat ze aan de ene kant als wettelijke taak hebben voor de waterkwaliteit te zorgen. En anderzijds willen bijdragen aan de maatschappelijke doelstelling voor energietransitie. De waterschappen willen namelijk in 2025 al energie neutraal zijn. Als waterschap merken wij in onze dagelijkse werkzaamheden directe gevolgen van de klimaatverandering. Dus we vinden dat heel belangrijk. Maar we zien door de zonnepanelen dat er minder lichtinval is, waardoor negatieve effecten optreden op de waterkwaliteit. En Sascha zal daar zo meteen dieper op ingaan. Dus dat is een dilemma in de afwegingen. En daarnaast, voor een goede beoordeling van zon op waterprojecten en een goede onderbouwing voor vergunningverlening wil je eigenlijk weten wat dan precies het resultaat is van zonnepanelen op water. Hoe werkt dat door? En daarvoor heb je eigenlijk monitoringsgegevens nodig. Je hebt meetgegevens nodig. Nou, die zijn nog niet voorradig. Dus eigenlijk heb je een kip-ei-probleem. Enerzijds wil je metingen hebben van zon op water projecten. Anderzijds zijn die er nog niet heel veel en zijn er al wel aanvragen om die uit te voeren. De volgende sheet. Momenteel zien we dus ook dat beleid ontbreekt of in wording is, afgezien van de waterwet. Het is al een paar keer genoemd. In 2018 heeft de STOA een studie uitgevoerd waarbij 2 producten opgeleverd zijn. Enerzijds je handreiking, vergunning, verlening voor drijvende zonnepanelen. En anderzijds de analyse tool waarbij via modellen berekend kan worden wat de invloed is op de waterkwaliteit. Dat is momenteel wat de waterschappen gebruiken. In de tabel heb ik opgenomen allerlei elementen. Die aan bod komen bij het afwegen van een aanvraag en vergunningverlening. Alle waterschappen zijn bij elkaar gekomen de afgelopen maanden. We hebben geïnventariseerd wat speelt er bij de waterschappen. Waar is behoefte aan? Kunnen we gezamenlijk optrekken? Nou, en daarvan is eigenlijk de conclusie, ja, er is behoefte aan de praktische handreiking. Gezamenlijk optrekken. Modelbeleid, modelvergunning, waterschappen willen van elkaar leren. Dus dat is het proces wat we in gang hebben gezet en waarmee we verder gaan. Zodat de waterschappen de kennis van elkaar leren. Volgende sheet. Hier heb ik, die is ook al voorbij gekomen, het STOA-onderzoek van 2018. Enerzijds dus gericht op de wetgeving en anderzijds gericht op een model die kan voorspellen wat invloed is op de waterkwaliteit. Met daarbij ook frequently asked questions. Volgende. Hier heb ik even de link opgenomen bovenin, maar die zal wel bekend zijn. En dit is ook het bekende schema waarbij je als aanvrager kunt kijken van waar wil ik zon op water neerleggen? En wat voor vergunningen heb ik daarvoor nodig? En zoals jullie hier ook zien, parallel waar waterschapbeheerder is en waar Rijkswaterstaat beheerder is, daarvoor geldt voor beide dat daar een watervergunning af te geven is. Komen we bij de volgende sheet.
Tevens de laatste. Als we nu kijken waar we staan met de watervergunning. Wat zijn er voor aspecten? Wat voor aspecten komen aan de orde nu bij de watervergunningen en in de toekomst voor mogelijke onderdelen? Bedekkingspercentage is dus een belangrijk iets. Tot in hoeverre wordt de waterkwaliteit niet te zeer negatief beïnvloed? Als we kijken naar de vergunningverlening en we kijken naar de wettelijke taak van waterkwaliteit, dan zou een goede mogelijkheid zijn om een tijdelijke vergunning af te geven. Waar mogelijkheid is tot tussentijdse evaluatie. Als de waterkwaliteit heel erg achteruit gaat, om dan te evalueren wat te doen met het zon-op-waterproject. In een watervergunning kunnen ook voorschriften opgenomen worden. Voorschriften ten aanzien van een nulmeting en monitoring op het gebied van waterkwaliteit. En ik heb een aantal voorbeelden opgenomen die gevraagd kunnen worden om te meten door de initiatiefnemer. En mogelijk kan ook opgenomen worden in zo'n watervergunning dat ook onderzoek en monitoring gedaan mag worden door het waterschap. Zoals al eerder aangegeven, momenteel zijn er gewoon weinig gegevens. Naast dat initiatiefnemer dient te monitoren, heeft ook het waterschap behoefte om meer gegevens te verzamelen. Mogelijk kan er ook gevraagd worden naar compensatie van ecologie en natuur. Er zal ook een einddatum gegeven worden aan zo'n watervergunning, waarbij ook bepalingen opgenomen zijn. Ja, als die vergunning is geëindigd, wat moet er allemaal opgeruimd worden? In wat voor staat dient zo'n water weer opgeleverd te worden? Dus dit zijn wat aspecten die opgenomen kunnen worden in een watervergunning. En hiermee eindigt mijn presentatie. Hartelijk dank, Ina, voor deze inkijk in de wereld van de waterschappen en de dilemma's die er spelen. Ik neem mee dat jullie flink aan de weg timmeren om hier een beleid op te maken. En ik proef ook dat er behoefte is aan meer goed onderbouwde kennis op het gebied van de wisselwerking tussen drijvende zonnepanelen en ecologie en waterkwaliteit. En volgens mij is dat een ontzettend goede brug naar onze volgende spreker, Sascha. Sascha de Rijk, expert ecologie en waterkwaliteit bij Deltares. Het woord is van jou, Sascha. Ja, dankjewel, Robin. Dan mag je naar de volgende slide. Ja, ik wil jullie dus meenemen in wat zijn de effecten van de volgende slide graag. Ja. Hoe pas je nou zon in het landschap, in het waterlandschap? En hoe kun je dat op een verantwoorde manier doen? En zoals uit de routekaart blijkt, die Erik ten Elshoff heeft gepresenteerd, probeer daar nou juist aan te sluiten bij de functie van het water of juist die functie te versterken, zoals de natuurfunctie of een recreatiefunctie. En deze beelden, dat zijn eigenlijk wensbeelden. Dus die zijn nog niet, dat zijn geen aangelegde beelden, maar wel pogingen om goed aan te sluiten bij landschapselementen. Volgende slide graag. Even terug van wat doe je nu als je een water afdekt met zonnepanelen. Dan heb je een aantal impacts die belangrijk zijn voor het gehele watersysteem. Als ik jullie meeneem in dit plaatje van rechtsboven, dan ten eerste wordt de beleving anders. Die mensen die daar staan vogels te kijken of te vissen of de recreant, die beleeft het water anders, want er ligt iets op het water. Het ziet er anders uit. Als je vogels in de buurt hebt, wat bijna altijd zo is, dan kunnen die vogels denken van nou, het is een mooie plek om op te rusten. Dat is een mogelijkheid. Maar het kan ze ook wegjagen omdat ze hun zicht bijvoorbeeld belemmert. En als ze dat voor de veiligheid nodig hebben. Nou, het andere wat het doet, als je iets op het water legt, dan verander je de uitwisseling tussen water en atmosfeer. Want je verandert hoe de wind op het water staat. En dat kan effect hebben voor de CO2-concentratie in het water, maar ook de zuurstofconcentratie.
Daarnaast moeten die zonnepanelen onderhouden worden, want zoals die vogel die daar lekker rust, die poept ook die panelen onder en die panelen moeten schoongemaakt worden. Dat gebeurt meestal alleen met water. Er zullen niet zo heel veel stoffen in het water, vreemde stoffen in het water komen. Maar de panelen zelf en de verankering en de fundering, daar kan ook corrosie door ontstaan en zo kunnen stoffen in het water komen. Dan eigenlijk de belangrijkste, de meest directe gevolgen is je sluit het af. Dus wat Ina ook al zei, je hebt minder licht onder het water, onder de panelen. En dat licht is juist net zo belangrijk voor die fotosynthese, voor de waterplanten die daaronder groeien en de algen die daar groeien. En juist dat maakt het voedsel voor het hele watersysteem. Dan zijn er twee andere belangrijke dingen voor de voedselbeschikbaarheid. De temperatuur en de zuurstofgehalte. Die ook kunnen veranderen door die zonnepanelen. Een ander aspect is, die staan daar onderaan, groei op de verankering. Het ligt er een beetje aan hoe je zoiets plaatst. Maar stel je doet op palen of je gebruikt ankers. Dan voeg je eigenlijk een habitat toe. En een habitat in deze kan dan zijn bijvoorbeeld waar schelpen opgroeien, waar macrofauna opgroeit. En dat kan positief of maar kan ook negatief zijn. Het andere wat er gebeurt is dat de stroming vermindert doordat je dat water afdekt, waardoor je een luwe zone eronder krijgt. Dat vinden kleine visjes meestal heel fijn, dus die kunnen zich daar wel eens onder gaan verzamelen. Dat hebben we nog niet gezien, maar dat zou best wel eens kunnen. En bovendien, omdat dat water niet zo erg opgewoeld wordt en blijft, is het slip wat meestal in het water zit, kan sedimenteren. Dus misschien krijg je wel een verhoogde sedimentatie. Nou, dit zijn eigenlijk de belangrijkste aspecten van de mogelijke veranderingen. En dan volgende slide graag, Romin. Ja, maar als je als vergunningverlener, als waterbeheerder geconfronteerd wordt met een aanvraag, dan heb je natuurlijk een belangrijke vraag van wat is nou precies dat effect op de waterkwaliteit en de ecologie? En is dat effect significant voor mijn water? Gaat dat mijn doelen die ik met dat water heb veranderen? Nou, Deltares daarvoor gedaan heeft, is, Ina meldde het net al, we hebben een waterkwaliteitsmodel ontwikkeld. En dat voor een heleboel situaties gerund en daar gekeken naar hoe een aantal indicatoren veranderen. En dat ging dan over licht, zuurstof, temperatuur en algen en het areaal waterplanten. Nou, die runs die we hebben gemaakt heeft geleid tot een analyse tool en dat is een hele simpele spreadsheet. Waar je een beetje in kan spelen, waar je eigen plan kan invoeren en dan kun je zien wat er zou kunnen gebeuren. En dan, het is niet een tool waar je ja of nee eruit rolt, maar je kunt zeggen van is deze verandering acceptabel of kunnen we net het park een beetje anders neerleggen of wat wijder of een andere lichtdoorlaatbaarheid kiezen, zodat de effecten minder zijn. In de volgende slide zie je een voorbeeldje van die analyse tool. In het groene vakje vul je dan, heb je een aantal keuzes. De omvang van je water is belangrijk, de diepte, de nutriëntenstatus heb je twee klasses in, wat voor bodemtype. En dan de invoer van je zonnepark eigenschappen, dus het oppervlakte wat je wil bedekken en de lichtdoorlaatbaarheid van je systeem. En dan in het blauwe vak. Nou, dan krijg je een heleboel indicatoren waarvan het model zegt hoeveel er zou kunnen gaan veranderen. Of percentueel gezien ten opzichte van een situatie zonder panelen. Nou, volgende slide graag. Hoe nu verder? Ja, want ik zei, ik gebruikte het woord simuleren al. Er is nog niet veel gemeten. Maar er moet natuurlijk wel gemeten worden, want dat model moet goed gevalideerd zijn. En dat is ook het advies van de modelleurs die dat model hebben gemaakt. Deltares heeft daarvoor een meetadvies geschreven in opdracht van RVO. Welke parameters je dan zou moeten gaan meten. Maar eigenlijk willen we dat ook weten voor verschillende situaties. Want een watertype
maakt nogal uit. Als je een afgesloten plas hebt, dan kan je je voorstellen dat dat anders is als het voor een meer waar gewoon heel veel doorstroming is, waar het water zich ververst. Dus als we meer weten, dan kunnen we het model valideren, kunnen we die analyse tool verbeteren en kunnen we kennisregels verzamelen, zodat je weet waar en hoe je een verantwoord zonnepark kan aanleggen. Volgende slide graag. Nou, wat zijn we dan van plan om een TKI-project te starten? Die gaan we aanvragen. In juni willen we dat doen samen met een heel consortium waarvan een aantal private partijen, Rijkswaterstaat, STOA, waterschap en andere kennisinstellingen. En wat willen we dan doen? We willen meetdata ophalen en verzamelen in een database, een soort bibliotheek die voor iedereen uiteindelijk beschikbaar komt. We willen verschillende watertypes juist bemeten en ook kijken naar wat doet dat nou voor het hele systeem. Niet alleen maar onder dat paneel, maar voor het hele meer of plas of waar het dan ook ligt. En heel belangrijk dat we meten voor de aanleg en na het aanleg. En het kaartje op de aan de rechterkant zijn 16 rode puntjes waar op dit moment plannen zijn of dingen zijn, zonnepanelen al zijn aangelegd op water. En waar ook waterkwaliteitsmetingen plaatsvinden. Dus die willen we meenemen. En het kan natuurlijk zijn dat u denkt van, hé, dat ene rode puntje, dat is mijn initiatief en aan mij is niks gevraagd. Nou, dat kan kloppen, want dan zijn we nog niet bij u langs geweest, maar dat gaan we dan zeker binnenkort doen. Of het kan zijn dat u denkt van, hé, ik heb nog wel een rood puntje toe te voegen. Daar wordt ook waterkwaliteit gemeten. Dan hoor ik het ook graag. En het uiteindelijke doel is om een soort bibliotheek te ontwikkelen waar al die gegevens in staan, zowel onder als boven water. Het gaat ook over de bovenwaternatuur. En dat moet dienen als een informatiebron bij zowel ontwerp als bij vergunningverlening. En uiteindelijk willen we dan natuurlijk een update van die handreikingen opleveren, waarbij dan de analyse tool veel beter de realiteit weergeeft. En dat was mijn afsluitende slide. Hartelijk dank, Sascha, voor deze interessante bijdrage. Heel mooi om te zien dat je roep om meer onderzoek wordt opgepakt. Dan is het nu tijd voor de vraag-en-antwoord sessie. Ik heb al veel vragen langs zien komen. Ik moet even stoppen met mijn scherm delen en dan krijgen we, als het goed is, de sprekers allemaal in beeld. Mocht je nog vragen niet hebben gesteld, stel ze nu nog. Wij gaan alvast door naar de eerste vraag. Ik citeer een vraag van Lutsen van den Dobbelsteen voor Erik. Wet en regelgeving in relatie tot zon op water. Wie draagt daarvoor welke verantwoordelijkheid? Rijk en of de provincies en of de waterschappen. En hij is benieuwd hoe Erik daarnaar kijkt. Erik. Nou, dat is een hele goede vraag, ten eerste. Want dat vroegen wij ons ook af toen we die routekaart gingen maken. En dat is dus een ongelooflijk ingewikkeld terrein, is dat. En daar is die publicatie die door STOA of Colibri gemaakt is, die heeft dat wel redelijk goed in beeld gebracht. Dus ja, ik denk misschien Ina weet er denk ik nog meer van dan ik, maar het hangt ervan af van welk water je hebt, welke situatie het is, welke vergunningen je dan nodig hebt. En meestal zijn er verschillende soorten vergunningen nodig. Maar misschien kan Ina even aanvullen. Ja, in dat overzicht wat Erik gaf, werd al aangegeven, een aantal wateren vallen onder Natura 2000, andere niet. Hè? Waar Natura 2000 is, heb je natuurvergunning nodig. En zoals ik net al aangaf, is er naast of een omgevingsvergunning of een afwijking van het beleid van de gemeente noodzakelijk. En dus een watervergunning van de waterschappen als het water in beheer van de waterschappen is. Of van Rijkswaterstaat als het in beheer van Rijkswaterstaat is.
Nu zijn er algemene regels. Er zijn nog geen specifieke beleidsregels voor zon op water. En zoals ik aangaf, is daar wel behoefte om dat te ontwikkelen. Het moet nu dus nog op basis van algemene wetgeving, de zorg voor de waterkwaliteit. Maar we kunnen dus specifieke beleid maken, of de waterschappen kunnen specifiek beleid maken voor zon op waterprojecten. En dat zal dus ook gaan gebeuren. Ja, ik wil toch graag, als het mag, Erik, nog ietsje meer uitdagen. Want ik denk dat de rollen van de decentrale overheden uitstekend zijn uitgelegd door Ina. Maar nu nog eens even de rol van de Rijksoverheid, Erik. Zie je daar voor de Rijksoverheid ook een regiefunctie in de zin van daar wel en daar niet? Of een stimuleringsfunctie in de zin van, nou, laten we eens kijken naar een speciale categorie in de SDG+ of iets dergelijks? Nou ja, even om die laatste te beginnen. We hebben een specifieke categorie voor drijvende zon in de SDE al zitten. Dus ja, het is even, kijk, Nederland is een verschrikkelijk gereguleerd landje natuurlijk. Overal hebben we wel regels voor en een wet voor bedacht. Waar Ina op duidt is van, als je een project wilt realiseren, van waar loop je dan allemaal tegenaan en waar, met welke regels heb je dan rekening te houden? Wat jij net noemde is dan van welke stimuleringsregels hebben we, hè? Dus subsidies om duurzame energie als het marktrijp is uit te rollen. Daarnaast heb je natuurlijk nog ook weer regelingen voor innovatie, om innovatie te stimuleren. Als het gaat om ruimtelijk beleid, ja, dan is het Rijk in beeld als het gaat om grote projecten. Dus dat is voor wind is het 100 megawatt, meen ik zo even, en zon 50 megawatt. Is dat wat Ina ook al noemde, de coördinatieregeling, in dit geval de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dus in die zin, volgens mij hebben we niet een tekort aan regels als het gaat om zon op water. Nou, misschien is dat een goede uitspraak om door te stappen naar een volgende vraag. Ik zag een interessante vraag langskomen van Tom van der Haven, specifiek aan Sascha. Die vroeg zich af, is die tool ook toepasbaar op kwalificerende soorten en habitats van Natura 2000 gebieden? En zo niet, zou dat dan misschien een disclaimer moeten worden bij de tool? Ja, ik zag die vraag ook langskomen. Wat de tool geeft informatie over de abiotische omstandigheden. Die kunnen veranderen. Dus de temperatuur, zuurstof, licht en algenconcentraties. En daaruit moet je dan gaan bedenken van wat voor invloed heeft dat op mijn biota. Dus het is niet een beoordeling op soortniveau van Natura 2000 soorten. Dat zal ook nog wel even duren voordat dat ingebouwd kan worden. Want daar hebben we echt meer gegevens voor nodig. Ja, als ik jou goed begrijp, Sascha, dan is de tool ook niet geeft de tool ook geen antwoord op zon of water, ja of nee. Maar is het het schetst de effecten. Het schetst de effecten en je moet dan als waterbeheerder zelf beoordelen. Kan dit water dan de functie behouden die het heeft? En natuurlijk als we 5 jaar verder zijn en dus een heleboel meer praktijkinformatie hebben kunnen verwerken, dan weten we wel meer. Dan weten we ook meer weten we beter wat de reactie is van vis bijvoorbeeld. Dat wordt nu ook al wel gemeten en het gedrag van vogels en dat soort dingen. Dan zou je dat ook mee kunnen nemen. Op dit moment zit dat daar niet in. Okay. Helder antwoord. Volgens mij we hebben nog ruimte voor een paar vragen. Ik zie een vraag van Kenneth Colijn van RVO. Die vraagt zich af hoe er wordt gekeken naar de grote installaties in voornamelijk Azië. Zijn dat ook op het gebied van vergunning en ecologie voorbeelden? Ik gooi de vraag even in de groep. Ja, ik wil daar wel op antwoorden, want we zijn bij Deltaris natuurlijk internationaal gericht en zien die beelden ook. En proberen dan altijd contact te leggen met van hoe gaat het dan? Hebben zij ook een soort milieueffectrapportage gedaan of meten ze? Hè, in Korea worden grote dingen aangelegd, in Singapore. En dat is toch
Ja, voor ons heel lastig om die gegevens te krijgen. We komen wel iets verder in Korea en in Singapore. Maar het is niet zo dat al die gegevens zomaar op straat liggen, helaas. Ja, dus samenvattend, misschien wel, maar we weten het niet. Nee, we doen ons best, maar het lukt nog niet zo. Tenminste, voor de, ik praat dan over waterkwaliteit en ecologie. Hè? Mag ik even nog één dingetje toevoegen? Want we hebben nu een paar keer gezegd over mogelijke negatieve gevolgen. Er zijn wel inmiddels heel veel rapporten over positieve gevolgen. Met name het tegengaan van verdamping en vervuiling van drinkwaterbassins door het aanleggen van het drijvend zonnepark. Dus dat is een heel mooi positief effect wat op een aantal locaties, onder andere in Israël, gemeten is. En er zijn zelfs ook indicaties inmiddels dat ook blauwalgbestrijding, dat, laten we zeggen dat het slecht is voor de blauwalg en daarmee goed voor de waterkwaliteit als er een drijvend zonnepark wordt neergelegd. Dus er zijn plussen en er zijn minnen, dus laten we dat goed in balans houden wat mij betreft. Misschien nog een kleine... Nog een kleine aanvulling. Ik las wel een recent een heel interessant artikel over drijvende zonnepanelen in Afrika bij stuwdammen. En even los van de milieueffecten van stuwdammen, maar dan als je die toch al hebt, dan had dat wel hele positieve effecten daar bij die stuwdammen. En niet zozeer alleen ecologisch, maar ook qua energievoorziening was dat een hele, hele belangrijke. Omdat die combinatie met stuwdammen werkt. Ja, je hebt inderdaad, je gaat de verdamping van het water tegen en tegelijk heb je onmiddellijk een opslagmedium voor de opgewekte energie, heb je er direct gratis bij. Ja. Hey, ik zag trouwens ook nog een vraagje die voorbij komen die refereerde aan de ressen. En de res is natuurlijk een mooi... Ja, toch redelijk bottom-up, hè, decentraal georganiseerde opbouw van zoekgebieden, locaties voor zonne-energie. En in een heel aantal ressen wordt inderdaad water nog niet als zoekgebied genoemd, soms gewoon uit onbekendheid met de mogelijkheid. Hoe zien we dat? Zit daar nog een soort iteratieslag op waar we vanuit de community zon op water tegen die ressen kunnen zeggen van kijk toch ook eens even nog naar die optie van zon op water. Waar jij iets van weet, Ina? Waterschappen spelen natuurlijk ook een belangrijke rol binnen de ressen, net als gemeentes en provincies. Het is natuurlijk een hele community die meedoet aan de totstandkoming van de ressen. Nou, en zoals ik al eerder aangaf, hè, als waterschappen willen we juist ook in gesprek, hè, met de andere decentrale overheden. Maar ook als er andere initiatieven zijn over gebiedsvisies. Dus ja, wij vinden het belangrijk om inderdaad aan de voorkant mee te praten. En dan ook te horen en dan wellicht ook aan te kunnen geven van... Nou, dat is wel een mogelijkheid of niet de mogelijkheid. Hè, dat is een zwemwater of dat is een KRW-plas. Dus die aan bepaalde kwaliteiten moet voldoen die door Europa zijn gesteld. Heel graag om dat gesprek aan te gaan binnen de ressen. En dan kan het alleen maar in een vroeg stadium duidelijker worden waar mogelijkheden zijn of niet. Zal ik nog heel iets aanvullen? Wat ik wel weet in ieder geval is rondom het IJsselmeer. Daar zijn de ressen nu ook meer samen aan het kijken van wat betekent dat voor het hele IJsselmeergebied. Maar er zijn nog niet veel ressen die daar het IJsselmeer hebben opgenomen in hun restzoekgebied. En wat Biep al zegt, van ja, misschien bij sommigen was het ook onbekend. Maar dit is ook primair natuurlijk, de resten zijn primair een ruimtelijke aanpak is het. En daarbij heb je ook wel mee te maken dat wat we dan de zonneladder noemen. Die geldt voor zon op land, die geldt natuurlijk net zo goed voor zon op water. En daarbij is dus de denkrichting heel erg van ja, begin met zoveel mogelijk met zon op gebouwen. En niet dat je dan... voor de rest moet wachten, maar wel zo van geef daar prioriteit aan. En dan vanuit het idee van ja, wees zuinig op je ruimte. Maar ja, goed, tegelijkertijd, dat vind ik dan wel een
een hele mooie benadering is van, maar ja, als je nou de zaken kunt combineren en daardoor win-wins kunt halen. Kijk, en dat, die kant is, dat is nog een, ja, denk ik ook een redelijk innovatieve ontwikkeling van hoe kun je die dingen combineren. Die ja, voor toekomstige resten, wordt nu 1.0, maar daarna komt de rest 2.0 en 6.0. Ik denk dat daar nog een mooie toekomst in zit. Nou, ik denk dat ik met die woorden van Erik deze Q&A wil afsluiten. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het delen van jullie inzichten. En we sluiten dit deel van de webinar af met een polvraag, die als het goed is nu in beeld klaargezet zal gaan worden. En die ik zal toelichten. Kijk, ik zie hem verschijnen. Wij vragen ons af wat voor jouw organisatie nu het meest belangrijke issue is met betrekking tot zon op water. Is dat de beschikbaarheid van technische oplossingen, hoge kosten van zon op water, dat het lastig is om vergunbaar areaal te verkrijgen, financierbaarheid, is dat een issue, of achterblijvende of onduidelijke wet en regelgeving. Nou, neem allemaal rustig de tijd om hier antwoord op te geven. Wij lassen een korte pauze in. Wij gaan over 5 minuten weer verder. Dan hebben wij nog 2 hele interessante sprekers in het verschiet. En we gaan ook nog afsluiten met een digitale meet and greet die ik iedereen van harte aanbeveel. Graag tot na de pauze.
Welkom terug iedereen. Ik hoop dat iedereen tijd heeft gehad om snel even een kop koffie te pakken of even naar het toilet te gaan. Ik wou weer rustig gaan van start gaan. Ik ga zo de resultaten van de poll met jullie bespreken die jullie in beeld zien. Maar ik wilde eerst heel even kort de aandacht voor volgende. Ik kreeg net van ons technische team door dat er mogelijk sommige mensen niet kunnen inloggen. Het blijkt dat we tegen een maximum aantal deelnemers aanlopen. We zitten nu op 100 deelnemers. Lijkt erop dat er sommige mensen niet kunnen inloggen. Nou, dat is natuurlijk erg vervelend. Excuus daarvoor als jullie daar last van hebben gehad. Ik wil nog één keer op wijzen dat de opname na afloop beschikbaar komt. Dus als er stukken gemist zijn, dan kunnen die na afloop teruggekeken worden. De poll staat in beeld. Veel mensen hebben, niet iedereen heeft gestemd, maar veel mensen wel. Wat komt daar uit? Nou, ik zie eigenlijk wel een heel duidelijk beeld. Aan kop gaat de beschikbaarheid van technisch bewezen oplossingen. Weinig mensen lijken zich zorgen te maken over geld, hoge kosten of over financierbaarheid. En een grote groep mensen geeft aan van hey, de wet en regelgeving blijft achter of is onduidelijk. Nou, die beschikbaarheid van technisch bewezen oplossingen, dat is misschien iets waar onze volgende sprekers wat over kunnen zeggen. Dat lijkt me ook zeker iets wat jij in perspectief kunt plaatsen, Arnoud. Dus daarmee geef ik het woord aan Arnoud van Druten van Sun Projects, aanbieder van innovatieve zonnestroomsystemen. Dankjewel, Robin. Zoals aangegeven, nemen jullie kort mee met langs een aantal systemen. Het voordeel van de volgorde in de agenda is dat het grootste gedeelte eigenlijk al uitgelegd is door de vorige sprekers. Het komt eigenlijk allemaal samen in het leggen van systemen, dus van mijzelf en van Alex, die na mij komt, voorop zee. Agenda van dit gedeelte is een hele korte introductie. En dan gaan we in op de algemene factoren van de haalbaarheid. Zowel op technisch, economisch als sociaal-maatschappelijk gebied. En daarna korte samenvatting. Volgende slide, alsjeblieft. Korte introductie. Bij mij staat trouwens, die poll staat nog in beeld. Klopt dat? Of moet ik hem wegklikken? Kijk, ik moet hem wegklikken. Techniek. Iedereen moet hem zelf wegklikken. Iedereen moet hem zelf wegklikken, oké. Oké, even kort dan over... kijken, ja, daar heb ik hem. Kort over Sun Projects. Ik ben werkzaam voor Floating Energy. Ik ben verantwoordelijk voor Floating Energy. En dat is de watertak van Sun Projects. Sun Projects rolt op dit moment rond de 350 megawatt piek aan systemen uit. Voor PV-systemen op dak, gevel, veld, carport en ook floating systemen. Waarbij Sun Projects eigenlijk van het begin al betrokken was bij het Zon het Water initiatief. We hebben ook een van de systemen geleverd op de Slufter op een hele succesvolle manier. En wij zijn ook via Solaris Float betrokken bij het Oostvoorne project. En waarbij Floating Energy zich presenteert als een EPC float voor floating PV-systemen. Sun Tracking op double access tracking, als wel als single access tracking. Met name ook op East-West systemen. En dan kun je daar ook nog een onderdeling maken met HDP, HDPE drijfsystemen. En we hebben ook de systemen, ook Oost-West met All Steel. Volgende slide. Oké. Gaan we kijken naar die haalbaarheid. De grote vraag is dan, is het eigenlijk überhaupt nog wel interessant om te investeren in de floating PV? Wat je namelijk wat tegenspreekt is dat op dit moment de SDE gewoon een hele belangrijke component is om de innovatie te bevorderen en om te zorgen dat er voldoende beschikbare systemen komen om inderdaad steeds meer te weten over de gevolgen voor de natuur en voor de andere zaken. Dus het is wel degelijk een hele belangrijke factor ook om een haalbare business case te halen. En wat je ook ziet is dat die SDE belangrijk is, zodat mensen, laten we zeggen, durven te investeren in innovatie. En dat er komt ook de productinnovatie ten goede en ook uiteindelijk de business case. Als je gaat kijken naar de omgevingsbewustheid, je hebt gezien de motie Sino Mulder, dat er op een gegeven moment een hele grote weerstand komt ten aanzien van drijvende systemen op water. Er zijn een aantal items geweest op de journaal ook daarover. En je ziet dat er
mede voor een gedeelte vanuit onbekendheid ook een soort weerstand opkleedt. Er is ook een toenemende eisen van verzekeraars. Nou, er zijn een heleboel succesverhalen over floating. Maar om zoveel tijd komen er ook een aantal fabrieksgevallen voor. Die dan breed uitgemeten worden. En dat leidt er ook weer toe dat een soort met aanscherpende eisen vanuit de verzekeraars komen. Dat op zich niet slecht is. Want het gaat op een gegeven moment ook de standaarden verhogen voor de implementaties. Dat is gevolg van de berichtgeving van schade. En dan wat ik ook onder zoveel tijd langs zie komen, is het not in my backyard principe. Van iedereen is natuurlijk voor duurzame energie. En er zijn natuurlijk, alles is netjes geregeld in de vergunningen. En iedereen accepteert dat. Tot het moment dat het, laten we zeggen, het zicht ontneemt, laten we zeggen, voor het uitzicht van je eigen vijver achter de not in my backyard principe. Oké, volgende slide. Wat pleit er nou absoluut wel voor die haalbaarheid? Wat je ziet is dat er toenemende kennis door de pilots, en wat we ook bij de vorige sprekers hebben gezien, dat het aantal pilots enorm uitbreidt. En dat niet zozeer alleen vanuit de overheid, maar je ziet dat ook een heleboel lokale bedrijven zelf ervaring willen opdoen met van welke systemen, niet zozeer alleen vanuit de ecologische standpunten, maar ook van welke systemen zijn nou het prettigst voor installeren en dat soort zaken. Dat is absoluut een pre, omdat je ziet dan dat daardoor de acceptatie van de systemen en de ervaring neemt enorm toe. Dus ook het risico. Daarnaast is ook al een paar keer eerder genoemd, en als we internationaal kijken, Nederland heeft echt een voorlopersrol. Meer dan 50% in Europa. En we hebben ook het imago wereldwijd. Dat als er iets op water gedaan wordt, moet je de Nederlanders erbij halen. Al is het maar om een boot die dwars ligt in het Suezkanaal weer op sleep te krijgen. Wat trouwens ook weer gevolgen heeft voor de kosten van de zonnepanelen. Dus alles grijpt in elkaar. Dan is ook nog eens een keer dat het aantal geschikte locaties. Nou, dus een capaciteit, areaal aan beschikbare wateren genoemd. En dan hebben we het nog niet eens over wat mogelijk is op zee. Dus er zijn heel veel grote gebieden ook, met name de onderrijkswaterstaat. Dus dat pleit absoluut voor. Dus er is absoluut een heel grote potentie. Dan is er, en met name als je gaat kijken naar Natura 2000 gebieden, een noodzaak tot elektrificering. Dus waarbij vroeger de grote bagger, laten we zeggen, installaties, vooral op diesel en zo, laten we zeggen, hun zaken moeten doen. Is er nu echt een hele grote push om dat, laten we zeggen, volledig te elektrificeren. En wat is er mooier dan dat te doen met een daarin zelf op dezelfde baggerlocatie, een depot, ook een drijvend zonnesysteem te hebben. Dus een hele mooie dubbelfunctie. Dan is er ook een enorme toepassing voor de aandacht voor inpassing. Vanuit de maatschappij. Dat betekent namelijk dat er, doordat die aandacht er is, dat het de acceptatie van de systemen steeds groter wordt, omdat er wel degelijk gedacht wordt aan de meerwaarde voor de burger. En dat vergroot die acceptatie. Zoals aangegeven, er is, laten we zeggen, een toenemende beschikbaarheid van de kennis van de impact op de natuur. We zijn er nog niet, maar door het toenemende aantal pilots, zoals ik al aangaf, gaat die kennis snel toenemen. En er zijn al een aantal, laten we zeggen, ballpark figures, het aantal vuistregels zijn er al opgesteld. Volgende slide. Stukje technologie. Nou, dit is een hele korte slide, dus we kunnen naar de volgende slide. Dit is trouwens overigens, staat hier weer, een voorbeeld van het project op de Oost-Voorne, wat Wiep ook al eerder noemt, van zon op water. En dit is het zonvolgende systeem van het Solaris Float. Gaan we naar zonvolgende systemen? Naar de verschillende systeemvormen. Nou, het rendement bij single access tracking zit je rond de 18, 19, 20%. Met double access tracking zit je op 30%. Alleen, daar moet je wel rekening houden met double access tracking. Dat is wel in de horizontale of de verticale as mee gaat draaien en gaat volgen. De meerwaarde daar wegen niet op tegen de meerkosten van die double access tracking. Dus daar zijn ook al de verschillende onderzoeken mee gedaan, ook vanuit onze project op de Slufter. En waar je heel goed mee op moet letten is dat je verankering en het draaimechanisme, dat je dat scheidt. Verankering wil je zo stabiel mogelijk houden en het draaimechanisme moet zo vrij mogelijk bewegen binnen een verankerde omgeving. Dus als een soort kogellager, en dat is vele malen beter dan dat je gaat werken met bijvoorbeeld die systemen waarbij je de kwetsbaarheid hebt dat je het draaien en het verankeren eigenlijk gaat combineren. Dat op basis van de ervaringen die wij hebben met de voorgaande projecten. Voordeel van Oost-West systeem is dat je met name vanuit de SDE laten we zeggen, het beschikbaar oppervlak wat je hebt uitzonderlijk goed kan benutten op het water. Waar je wel rekening moet houden is dat je dat
vanwege de transparantie niet te plat op het water ligt. Want in sommige omgevingen kan die transparantie ontzettend belangrijk zijn, met name ook in Natura 2000. En dan heb je de zuidopgestelde systemen, logischerwijs. En waar je ook nog op moet letten is dat je, wat ik al eerder heb genoemd, hoe afdekkend en transparant is systeem, met name voor de ecologische impact. Heb je te maken met een stuwdam, dan zul je zoveel mogelijk af willen dekken. Stuwdammen zijn meestal vrij diep om een grote waterreservoir op te kunnen slaan. Dus daar zal de impact minder zijn. Maar heb je met, laten we zeggen, kleine binnenwateren te maken met, die ondiep zijn, dan zal dat degelijk een impact hebben op de waterkwaliteit als het 1, 2 meter diep is. Daarna heb je ook nog een verschil in, ga je de AC op het eiland doen of ga je de AC aan land brengen, ga je de DC de omvormers op het land zetten of op het eiland. En nog een belangrijk punt in de verschillende systemen is de verankering. Volgende. Oké, dan gaan we kijken naar die elektrische haalbaarheid. Dus wat leuk is, wat uit de poll ook komt, is dat de bottleneck niet zozeer is de kosten van de systeem. En dat klopt ook. Want als je naar de LCOI gaat kijken, is voor een drijvend systeem, is in eerste instantie, is die aanschafwaarde, dus de CAPEX, is hoger. Maar als je gaat kijken naar de OPEX, het onderhoud en alle andere zaken, van ook het reinigen van de panelen en dat soort zaken, die zijn lager. En als je gaat kijken naar de installatie, dan is het nog maar de vraag of die installatiekosten duurder zijn. Het voordeel, als je het goed aanpakt, kun je namelijk de drijvende systeem, die een soort lopende bandsysteem, in het water laten gaan en dan koppelen aan de rest van het systeem. Waarbij je bij een veldsysteem en een landsysteem continu heen en weer moet blijven lopen. Dus dat scheelt per systeem en dat scheelt ook per locatie. Dus laten we zeggen, die 10% ondersteunt eigenlijk het sentiment. Hierin. Dus op de lange duur, als je gaat kijken naar in de loop van 25 jaar, zijn de systemen met de drijvende systemen niet duurder. Dat is een enorme pre. Volgende slide. Nou, een heel belangrijk punt is die sociaal-maatschappelijke haalbaarheid. Want iedereen, die vraag komt ook al voor, van, hoe ga je om met het not in my backyard probleem? Wat je ziet is dat er een aantal dingen zijn gewoon geregeld. Die zijn natuurlijk op landelijk niveau en iedereen is gelijk. Zijn die vergunningen geregeld? Dus daar wordt met een aantal aspecten regeling gehouden. Maar het blijft toch altijd lastig als, laten we zeggen, als je met de lokale partijen te maken hebt die daar belangen hebben. Zij het de visvereniging, zij het de zwemvereniging. Dus daar moet je rekening mee houden. En de vergunningen voorzien daarvoor een gedeelte in. Wat heel belangrijk is op het moment dat je zelf mensen mee laat participeren. En bij veldsystemen zie je dat al op dit moment, met name in het Gronings gebied, dat er een eis is dat alle. Systemen tot een bepaalde grootte überhaupt door lokale partijen geëxporteerd moeten worden. Dus daar zie je al in dat op het moment dat er een Nederlander geld kan verdienen aan datgene wat in zijn buurt is, dan wordt die acceptatie al heel gauw groter. Een ander belangrijk punt om het te bevorderen is meervoudig gebruik. Op het moment, en dan kom ik ook weer terug op de vorige sprekers met die atollen. Als je die atollen bijvoorbeeld niet alleen zou uitrusten als een soort golfbreker rondom die zonnepaneelsystemen, tegelijkertijd ontstaat er ook een enorme biodiversiteit. Want in die eerste 1 à 2 meter waar het licht nog komt, dat is een enorme broedkamer voor kleine visjes. En daar zal de flora en fauna ook redelijk goed gedijen. Dus als je bijvoorbeeld op IJsselmeer daar een extra soort kraamkamer kan creëren, is dat eigenlijk een enorme toegenomen positief effect daarvan. Maar aan de andere kant, als je ook gaat kijken naar bijvoorbeeld, het zouden ook aanmeerpunten kunnen zijn voor de pleziervaart. En dan zien mensen het nut daar wel van in. Als je een kleine meertjes gaat kijken, kun je misschien zelfs het omzomen door, laten we zeggen, een soort vislocatie. Dus kijk naar die sociale maatschappelijke haalbaarheid. En daar wordt steeds meer op gelet. Recent ook in Den Bosch is men bezig met de verkenning. En daar wordt ook heel belangrijk, is het aspect van die maatschappelijke haalbaarheid. 1, door de lokale partijen daarin te laten participeren. En 2... om te kijken, joh, wat levert er dan op? En je kunt aan de biodiversiteit ook gaan kijken, bijvoorbeeld van wat zijn biohutten, is bijvoorbeeld ook een heel mooi systeem om de visvangst te bevorderen. En dat mede in je project mee te nemen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Volgende slide. Nou, dan komen we bij het samenvatting gedeelte natuurlijk. Nou, de PV-systemen worden technisch gezien steeds interessanter. Er is steeds meer zaken zijn beschikbaar.
De systemen liggen steeds langer. Er worden onderzoeken gedaan, pilotsystemen zijn er. Je ziet een aantal technologieën zie je voor de verschillende locaties boven komen drijven. En gouden regel is, geen locatie is hetzelfde. Waarbij voor het ene systeem je perfect afdekkend systeem bijvoorbeeld bij een spuilmeer zou kunnen hebben. Is dat een absolute no-go voor een zonnatuuromgeving met een ondiep meertje. Wat een oorsprong ook een natuurfunctie had. Dan heb ik niet op de afgekraagde bassins. Maar dus geen locatie is hetzelfde. Dus er blijft altijd een bepaalde voorkeur voor bepaalde systemen, bepaalde situaties. Nou, de mogelijkheden voor veldsystemen. Het hoeft niet duurder te zijn. Nogmaals, wordt ook ondersteund door die 10% in dat opzicht. Dus op lange termijn, de CAPEX is hoog, maar de OPEX is lager. Ook door het koelend effect, wat altijd steeds genoemd wordt. Dat is in Nederland, moet dat maximaal op 2, hooguit 3% houden. Ga je naar de warmere landenomgeving dan bijvoorbeeld in Korea, daar worden de meldingen gedaan van 8%. Dus, maar we houden het even op het Nederlandse West-Europa. Wat wel waar is, is dat de beschikbare gelden voor een business case, voor innovatieve projecten, dat kan nog wel eens een nijpend zijn, maar op dit moment laten we zeggen, is daar absoluut wel ruimte voor, maar dat gaat heel snel achteruit. Dus je ziet ook wel het volwassen worden van een aantal systemen. Dus het is, die lijnen kruisen elkaar. En zoals al aangegeven wordt, het potentieel is nog ruim onbenut, zoals ik in het betoog van Erik Nelson. Dit was mijn presentatie. Arnoud, hartelijk dank voor deze... Je zit er nog een slide naast? Oh ja. Ja. Nou, dit is wel klaar. Arnoud, hartelijk dank voor jouw presentatie. Leuk om inkijkje te krijgen in wat nou vanuit de ontwikkelkant de uitdagingen en kansen zijn. Dat wil ik ook vragen aan de volgende spreker, Allard van Hoeken, CEO bij Oceans of Energy. Allard, we kennen natuurlijk allemaal die schitterende foto van dat eenzaam drijvende testsysteem op de Noordzee, die jullie volgens mij weer anderhalf jaar geleden maakten. Wij zijn nieuwsgierig naar de kansen en uitdagingen die achter die foto's schuilgaan. Ik geef het woord aan jou. Ja, dankjewel. En hier achter mij, voor degene die kijken, zie je het systeem nog een keer liggen, wat recenter, op de Noordzee. En ik heb later ook nog een foto daarvan in de presentatie. Dus ja, we liggen sinds 2019 al op de Noordzee. En ik hoor ook nog vaak van, ja, het is allemaal nieuw en het moet zo nog bewijzen. Het is nog niet bewezen techniek, et cetera. Ja, wat ons betreft hebben we die stap wel gemaakt het afgelopen anderhalf jaar. Dat we vanuit de voorspellingen van de modeltesten, wat al bijna werkelijkheid is, maar dan nog models, echt hydrodynamische modeltesten in een bassin, dus niet alleen computersimulaties, maar al fysiek, dat we dus deze laatste stap naar de echte werkelijkheid hebben gezet. En het systeem heeft zich altijd zo gedragen zoals we hoopten. Dus we hebben wel echt een grote stap gezet in de bewijsbaarheid. Volgende slide graag. Waarom? Waarom gaan we naar zee? Nou, het is eigenlijk net als met windenergie. We beginnen linksboven op land met de windmolens en dan zien we de protesten. Dat zagen we ook in Nederland. En uiteindelijk zien we op zee dat daar echt een heel groot succes kan worden gemaakt. En dat heeft wind al gedaan de afgelopen jaren. Dat is echt geweldig. En dan gaan we linksonder kijken, we beginnen met zon ook op land, logisch begin. Maar we zien toch heel veel protesten, ook in Nederland. We zien voorbeelden van projecten die vergund zijn, gefinancierd zijn en dan toch moeten halveren van 100 megawatt naar 50 megawatt of iets dergelijks. Wat allebei op zee een klein postzegeltje is, bij wijze van spreken van ruimte. Dus dan zien we rechtsonder de solution. Dat is nou een van de eerste foto's van ons systeem. En we hebben dat systeem geleidelijk uitgebouwd en we zijn ook naar twee locaties gegaan. Dus dat is de volgende slide. Dat is ook een fotootje van een wat recentere foto. Dus we hebben echt ongelooflijk veel stormen meegemaakt sinds we op de Noordzee opereren, op die twee locaties. De ene locatie is dus ongeveer een kilometer uit de kust. Dat is voor ons een soort testsite voor stand-alone situaties, waarbij je gewoon alleen maar offshore zon hebt. Het is vrijwel onzichtbaar vanaf land, al binnen op deze afstand. Binnen een kilometer zie je het al niet meer. Want je hoeft niet 130 meter de hoogte in, zoals wind. En de tweede site is verder weg, 15 kilometer buiten Scheveningen. En daar heb je enorme golven. Dus we hebben golven van 10 meter, 9,8 meter gehad. 105 kilometer per uur wind. In die verschillende stormen van de afgelopen anderhalf jaar. We kenden de namen Ciara, Dennis en recent dit jaar Evert en Bella.
Dus dit is voor ons een onwijs succes en ook een enorme learning curve. Dus we hebben er ook heel veel aan gehad op allerlei gebieden. We hebben ook dingen uitgetest op ontwerpgebied, op installatiegebied, op operationeel gebied. Maar na anderhalf jaar, ja, wij spreken wel echt van voor ons, dit is gewoon echt bewezen technologie. Het zijn gewoon de drijvers waarmee je een 1, een 10 en 100 megawatt farm op kunt bouwen. En eigenlijk is het zo dat hoe groter we nu gaan, hoe beter het wordt, hoe gunstiger de parameters worden. En dat is enorm interessant voor de opschaling. Volgende slide graag. Nou, die tweede site, 15 kilometer ver weg, waarom doen we dat? Nou, omdat het een hele mooie combinatie is om zonnepanelen tussen de windmolens te leggen. En hier links zien we dan een soort plaatje hoe dat eruit kan zien. En een van de eerste dingen om te weten is dat je dan niet een paar procent toevoegt. Nee, je gaat 5 keer zoveel energie produceren op dat stukje zee. En dat komt doordat die windmolens best wel ver uit elkaar staan. Zo'n 1 tot 1,5 kilometer. Nog eentje terug. En dat zijn dus vierkante blokken van een vierkante kilometer. Die kun je tussen de windmolens leggen en dan hou je nog grote corridors vrij voor de onderhoudsschepen en dergelijke. Nou, dan is zo'n windmolen zo'n 10 tot 12 megawatt. En dat zonneveld is 180 megawatt. Dus dit is een enorme, ja, je voegt enorm veel energie toe aan zo'n park. 5 keer zoveel dus. En een andere interessante bijkomstigheid, dat is de rechterkant. Dat is dat de blauwe lijn, die laat zien de windenergie, want in de wintermaanden, in het begin van de grafiek is het winter, januari, februari, en dan heb je dus meer wind. En dan in de zomermaanden zie je dat die curve daalt en in de wintermaanden gaat die weer omhoog. En de zonneopbrengst is juist precies andersom. Die is uiteraard veel hoger in de zomermaanden. En die twee samen, als je op een soort 1-op-1 gaat blijven, dus dan ga je minder doen wat in het linkerplaatje is, maar als je zegt, nou, we gaan beginnen met even net zoveel zon als wind neer te leggen in een farm, nou, dan heb je dus een vrij continue output, vooral over die seizoensverschillen heen. En dat is de moeilijkste energieopslag die er is. Dat is 6 maandse energieopslag. Dat is echt heel moeilijk te verwezenlijken. 24 uurs opslag, dag en nacht, dat soort dingen kennen we. Dat kan met bestaande batterijtechniek. Maar een 6 maandse energieopslag. En dat is natuurlijk enorm krachtig dat je dit zo vanuit zee als een soort continue toevoer naar land kunt realiseren. Volgende slide graag. En nog iets over de potentie. We zien hier bovenin zien we de dingen op land, wind en zon op land. En we hebben even gekeken, als je nu de totale energieverbruik van Nederland, dus niet alleen elektriciteit, maar echt alle energie, zo'n 3000 petajoule per jaar, 3300 hadden we in dit model. En dan is de helft, 550 is voor petrochemisch gebruik, 550 is conversieverliezen, omdat je gas en dergelijke verbrandt. Dus netto 2200 petajoule per jaar. Dat is wat Nederland gebruikt. Hoe kun je dit nou ooit 100% renewable opwekken? Als je dan de bronnen op land zet, dat zijn die bovenste twee, dus wind en zon, dan kom je samen aan maximaal 20%. Hè, als zon 100 gigawatt piek op land gaat leggen tenminste. Maar goed, dat is een van de meest positieve voorspellingen. Dus je kunt maximaal aan 20% van het land. Gelukkig is offshore wind heeft een hele grote stap gezet. Die kan 60 gigawatt piek nu kwijt, is de planning, tot 2050. En daarmee wordt 30% van de hele energiebalans toegevoegd. En dat gaat met zo'n 18% van het stukje Noordzee. Dat is een behoorlijk stuk Noordzee. Maar het kan en het staat nu ook gepland. Nou, als je dan, maar dan zit je nog steeds maar op de helft. Dus waar kan dan ooit die andere helft renewable vandaan komen? Nou, offshore solar kan dat doen. Dat is 300 gigawatt piek. En dat is die andere helft. En qua oppervlakte hebben we dan maar 5% van de Nederlandse Noordzee nodig. Dus dat kan dus ruim binnen die 18% wind. Dus dit is gewoon echt heel leuk om te kijken van wauw, er is hier een techniek, eigenlijk inmiddels bestaande techniek, waarmee je dit kunt doen. Ja, volgende slide graag. Nog even dat plaatje wat ik heb beloofd. Ja, het is toch een heel bijzonder plaatje, want je zult zien op alle floating solar systemen, zul je land zien, ergens op de achtergrond, links of rechts. En zo'n wijdse uitblik over zee, dat is uniek in de hele wereld. Dus dat is iets waar we echt heel erg trots op zijn. Ja, volgende slide graag. Ja, wat hebben we nodig om daar te komen? Voor ons is de spits is eraf. We kunnen door. En wat ik al zei, hoe groter, hoe beter. Omdat het op een hele positieve manier fysiek schaalt qua hydrodynamische krachten op zee.
Dus we zijn nu bezig met het eerste 1 megawatt project te doen. En dat willen we laten doorgroeien op dezelfde plek als waar we nu liggen. En dat willen we laten doorgroeien naar 10 en dan naar 100 megawatt. Nou, wat is daarvoor nodig om daar te komen? Nou, heel belangrijk is dat de overheid inziet van, de overheid en wij allemaal eigenlijk, van nou, dit is een enorme potentie. Hoe kun je daar komen? Nou, eigenlijk door te kijken naar offshore wind. Wat is er voor offshore wind gebeurd? Nou, onder andere een aparte SDE-categorie, waarin echt werd onderkend van, nou, dit is een techniek, die kan enorm zijn. Hij kan goedkoper worden dan offshore wind. Alleen, je moet die aanloopkosten, daar moet je wel iets tegenover stellen voor de investeerders. Een 100 megawatt farm, die moet iets kunnen opbrengen. En dat gaat in het begin, heb je daar een stukje SDE voor nodig. En net als bij wind is dat alleen maar in het begin, dus je hebt een soort driehoek nodig. En daar, dat is een hele belangrijke stap. Nou, verder dat we echt offshore wind en offshore zon als, meer gezamenlijk gaan zien als een totaal energiesysteem. Dat je bijvoorbeeld de TenneT-stations daar al in ieder geval op anticiperen dat het in de toekomst kan worden aangesloten. Nou, we hebben nog een issue met de elektriciteitswet, daar wordt al veel over gesproken. Maar in theorie, op dit moment mag je alleen maar windenergie naar land transporteren. Geen andere energievormen. Ik vermoed dat 10 jaar geleden, toen het bedacht werd, dat er niemand nog dacht aan zon op zee. Maar dat is wel op een gegeven moment wel nodig. En natuurlijk vergunningsmogelijkheden. Daar moet een raamwerk voor komen. En ecologisch onderzoek. Dat is natuurlijk iets wat we ook met z'n allen willen doen. En als we dit doen, dan is Nederland natuurlijk een enorm maritieme wereldleider. Die kan hier een doorslaggevende rol spelen. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Want de helft van alle mensen op de planeet woont binnen 100 kilometer van een kustlijn. Dus dit is op wereldwijde schaal een enorm impact en een enorm mooi exportproduct voor Nederland. De volgende slide graag. En dan wil ik afsluiten met het ecologische onderzoek wat we doen. Want dat hebben we vanaf dag 1 ontzettend belangrijk gevonden. Omdat we inzien dat we iets anders gaan doen dan normaal. We gaan echt een stuk van de zee bedekken. En wat doet dat met de natuur? Dus we zijn daar heel vroeg mee begonnen. Door een eigen afdeling op te bouwen die puur hierop gefocust is. En door heel veel samenwerking met heel veel partijen. En we hebben ook al heel wat onderzoeken geproduceerd. Met elkaar. En we blijven alles wat we nu doen en neerleggen, blijven we monitoren. En een volgende slide, die laat zien een interessant algemeen artikel over de impact. Want ik zag in het begin in een van de presentaties dat stond nog echt een question mark. Maar er is toch al best wel veel gedaan. De volgende slide graag. Hier 2 belangrijke. Links over het effect van het tegenhouden van zonlicht. Dus natuurlijk een van de meest voor de hand liggende vragen. Nou, dat effect is zo ontzettend klein, dat is bijna onmeetbaar. En een van de hoofdredenen is dat het zeewater continu stroomt onder de platforms door. Dus het verblijft maar even in de schaduw. En als je het dan hebt over een paar procent, wat ik al zei, maximaal 5% van het Nederlandse deel. Noordzee is natuurlijk nog groter dan het Nederlandse deel. Maar als je maar tot een paar procent, dan heb je totaal een onmeetbaar impact. Wat je wel ziet is dat de natuur heel veel kansen gaat zien. Want zodra je iets in de zee legt, dan gaat er aangroei plaatsvinden. Je biedt bescherming voor vissen, je krijgt een soort kraamkamereffect. Het is, je biedt enorm veel kansen aan de natuur. Dat is voor mij persoonlijk ook heel belangrijk. Dat het een techniek is die eigenlijk goed kan zijn, zowel voor mensen als voor de natuur. En rechts over de opbrengst, die op zee een stuk hoger lijkt te zijn. 13%, helft vanwege de hogere zonneinstraling boven zee en helft vanwege de koeling. En volgende slide, dat is ook een van die artikelen, dan maar doorgaan naar de laatste slide. Want dat is een bedank aan alle partners, alle partijen die ons ondersteunen, door samenwerking, door technische kennis, investeerders, iedereen die ons helpt. Er zijn een heel aantal van hier aanwezig. Dus dank jullie wel. De laatste slide is de aftiteling. Ja. Allard, hartstikke dank voor deze vergezichten en inspirerende woorden. We gaan weer naar een vraag- en antwoord sessie. Ik heb heel veel vragen langs zien komen. Volgens mij worden wij langzaam weer in beeld gezet. Wiep zal er ongetwijfeld zo ook bij komen. Eens even kijken. Ik zie een vraag van Rogier Polderman aan Allard. En die vraagt zich af van hoe borg je dat zo'n systeem 25 jaar zoutbestendig is op zee? Is het
van kunststof? Vraagteken. Ja, nee, het is niet per se een ja-antwoord, maar ja, dat is een belangrijk onderdeel. Het is al wel, in de offshore gebeurt het ook al, dat offshore installaties 25 jaar lang een design life hebben van 25 jaar. Dat is te realiseren. En ik denk dat je vanuit het kunststof ook denkt aan de corrosiebestendigheid en dergelijke. Ja, dat zijn allemaal hele belangrijke designparameters. Dat is gewoon eigenlijk wel goed te doen. Wat heel belangrijk is, wat er nog moet gebeuren, is dat echt de componenten uit de zonne, de PV-industrie, dus de panelen, omvormers en dergelijke, ook echt een klassificatie of een certificatie krijgen, dat ze 25 jaar in een zoutwateromgeving kunnen opereren. Dus wij zien nu heel veel mogelijk, heel veel terrein voor zonnepaneelfabrikanten om hier nu aan te gaan werken. Want de potentie op zee is dus net zo groot als ongeveer als de potentie op land, als de toepassing op land. Dus helder. Dank, Allard. Dan een andere vraag van Ronald Roes aan Arnoud. Die vraagt zich af waarom die O&M-kosten nou lager zijn. Kun je daar misschien nog wat meer over zeggen? Je staat nog op mute, Arnoud. Nu ben ik aan het horen als het goed is. Dat komt even te maken met, laten we zeggen, als je op land en veldsysteem te maken hebt, heb je met veel meer verontreinigingen. En als je op water zit, heb je veel minder last van sproeving. Dus het effect van dingen die op land, die je wel hebt, bijvoorbeeld het aanhechten van zanddeeltjes en dat soort zaken, heb je minder op water. En wat je ook ziet, is dat op water de systemen nog een aantal systemen een hogere hellingshoek hebben. Zodat je bij die hoge hellingshoek heb je ook meer een zelfreinigend systeem van het water, omdat het er sneller af. Dus dat zijn de grote voordelen. En het wordt ook, laten we zeggen, ik baseer me daar ook op de gesprek die ik heb met de aantal grote spelers in de markt van floating solar, die ook aangeven van, dat de COPEX, of tenminste de OPEX lager is door die effecten. Helder, dank. Ik zie hier een vraag, die wordt eigenlijk aan mijzelf gesteld. Wilde vraagt zich af, is er een korte presentatie beschikbaar om mensen te informeren over zon op water? Misschien goed om het even te noemen. Die kunnen wij na afloop beschikbaar stellen. Dus vraag daar vooral nog naar. En check vooral ook de website zonopwater.nl. Exact, Wiep. Daar is al heel veel informatie te vinden. Wel een interessante voor Allard. We spreken nu over een soort van offshore solar in nationale wateren. Voorzie jij ook dat dat ook op internationale wateren zou kunnen gebeuren? Zie je daar bijvoorbeeld een samenwerking tussen Nederland, Engeland, Denemarken? Ja, interessant. Want je daar bedoel je mee echt buiten op de oceaan of iets dergelijks? Is dat... Ja, in ieder geval buiten de economische zone. Die trouwens op de Noordzee volledig verdeeld is, besef ik me. Ja. Daar is niet zoveel. Kijk, mijn antwoord zou zijn, ja, dat kan. We hebben er ook best wel wat aan gerekend. Maar op zich zou je kunnen zeggen, kijk, het hoeft niet zo ver weg. De elektriciteit is meestal nodig op land. Daar wonen de mensen. Dus je kunt eerder wat dichter bij het land blijven. Ik zei ook al, je ziet het niet vanaf het land. Het is zo goed als onzichtbaar zodra je meer dan 500-600 meter van het land af bent. Dus een kilometer of zo. Je ziet het niet en dan is de elektriciteitskabel, kun je dan beter maar zo kort mogelijk houden. Dus dat vind ik op zich een logische parameters. Maar je zou kunnen denken aan hele grote mooie projecten op de oceaan voor bepaalde toepassingen. Daar zijn wij nog niet actief mee bezig. Behalve dat de Noordzee een golfhoogte kent van 13 meter. Dat is echt gigantisch. Dus daar is ons systeem ook op gemodelleerd. Ik zei al, we hebben 10 meter nu maximaal al gezien. Maar 13 meter is ook de soort golfhoogte die je echt op de oceaan hebt in een orkaanseizoen. Dus wat dat betreft, wij leggen met de Noordzee de lat wel behoorlijk hoog. Maar voor orkanen en ook voor eilanden in oceanen en dergelijke is het wel een goed vergelijkbaar klimaat. Dus het zou eigenlijk wel zo kunnen. Dank. Ik zag nog een vraag over de omvormers. Je ziet dat die bij drijvende zonneparken vaak op land staan. Zegt Rensmal. Hoe zie je dat voor je, die energiestromen op zee? Ja, dat hangt af van de locatie en of je gaat combineren met een windpark, wat de beste locaties zijn en ook wat precies de requirements zijn vanuit de power offtaker.
Bij de projecten waar je dichter onder het land bent en direct aan het land levert, is het idee zoveel mogelijk op land houden. Want dit zijn niet de dingen die heel veel ruimte innemen. Hè. De panelen heb je gewoon echt de ruimte nodig op zee. En de omvormers niet. Die hebben niet zoveel ruimte nodig. Maar we zullen altijd wat in de offshore farm moeten doen. Dus daar hebben we een speciale modules voor. Waar dus deze apparatuur, de power electronics, die daar op een manier zitten dat ze in hun ontwerpcondities kunnen blijven functioneren. Kijk, het is in elk geval zo, als je offshore solar zou combineren met een offshore windpark, hè, wat een van de voor de hand liggende opties is, hè, met veel voordelen, zoals Allard ook al aangegeven heeft, dat het volstrekt niet logisch is om, laten we zeggen, klassieke omvormers te gebruiken en 220 volt AC te maken. Want daar heb je op die locatie helemaal niks aan. Dus, dus ik denk dat je je eerder moet voorstellen dat er op zo'n renewable energy location, hè, een soort eigen mini-grid ontstaat. Laten we zeggen, waarschijnlijk op een redelijk hoog voltage DC. En het kan ook best wel zijn dat daar op die locatie ook een soort lokale opslag gaat ontstaan, zodat je de kabel en infrastructuur van die locatie naar het land echt continu op die tijd kan belasten. Dus gewoon echt een hele constante aanvoer kan garanderen. Dus dat is het, laten we zeggen, het lange termijn visieplaatje waar je rekening mee moet houden als het gaat over offshore elektriciteitsopwekking. Ja, bedankt Wiek. Helemaal mee eens. We gaan naar de laatste vraag. Robin, ik wilde nog even een korte toevoeging op die vraag van Ronald over het onderhoudsvraagstuk. Eigenlijk wat ik vergeet te melden is dat als je veldsystemen hebt, dat met name die begroeiing en het zorgen dat de begroeiing, laten we zeggen, geen boven die panelen uit gaat groeien, dat is eigenlijk een veel grotere impact. Dus je hoeft op water hoef je het systemen eronder niet te maaien, laten we het zo geen zeggen. Geen maaien, nee. Nee. Overigens zijn er wel algemaaiers, heb ik begrepen. Ja. Dat onderhoud, soms wordt men meervoudig gebruikt door daar schapen te laten lopen met een bepaalde schokhoogte. Maar eigenlijk is dat de grootste impact. Meer eigenlijk dan dan de vervuiling. En er wordt ook nog en ik wil nog één dingetje ook toevoegen op het CAPEX-gedeelte, wat Arnoud zei. Want in het algemeen is het zo inderdaad dat CAPEX op water wat hoger is. Maar het grappige is dat juist voor die zonvolgende systemen, die roterende systemen, het niet zo is, want laten roteren van het hele systeem op water is goedkoper dan op land. En dat is wel, denk ik, nog even een interessante toevoeging. Klopt. En daar moet je, dat is helemaal gelijk, Wiep. Waar je wel onderscheid in moet maken, is dat je single extracting hebt. Dus je kunt op water een geheel systeem mooi laten draaien, net als systeem achter me. Ja, ik bedoel maar single extracting. Ja, maar als je ook een double extracting is, dat je ook nog eens een keer in deze hoek gaat draaien. Maar dan moet je een heleboel motortjes aanleggen en dat zijn bewegende delen en dat soort zaken. Dus helemaal gelijk. Dus single extracting, absoluut. Interessante discussies. Er zijn nog meer vragen, maar ik zou omwille van de tijd toch willen doorstappen naar het einde van dit plenaire deel. Dus ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken, Allard, Arnoud en ook weer Wiep, voor deze vragensessie en voor jullie interessante praatjes. Bedankt. En jullie bedankt voor het organiseren van het geweldige forum. Ik ben erg onder de indruk van de grote groep en de grote hoeveelheid deelnemers. Ja, eens gelijk. Sta ik me volledig bij. Dank daarvoor. Daarmee komen wij bij het einde van het plenaire deel van het webinar. Ik wil alle sprekers, maar ook alle deelnemers hartelijk bedanken. Dit consortium gaat ook om kennisdeling, dus hè, als deelnemer voeg jij ook waarde toe aan dit samenwerkingsverband. Als je nou door deze bijeenkomst geïnspireerd bent geraakt en je wil je actief gaan inzetten in dit consortium of je zoekt partners in een innovatieproject, meld je dan via info@zonopwater.nl
En wij kunnen je in verbinding brengen met partners, met een van de stuurgroepleden. Voordat we naar de Meet and Greet gaan, nog heel even jullie aandacht voor een aantal verwante evenementen. Wij organiseren een vergelijkbaar webinar over zon op infra op 25 mei. We organiseren ook een webinar over zon op gebouwen en dan gaan wij in op bedrijfsterreinen. Dit doen wij op 6 juli. En zoals Wiebo aankondigt, in het najaar, waarschijnlijk december, is er weer het Sunday NL-congres. En dan willen wij ook weer alle deelnemers van deze consortia hartelijk uitnodigen. Je kunt meer informatie op deze evenementen vinden op de website van TKI Urban Energy en op de websites van de Nationale Consortia. Dan wil ik jullie nu vooral veel plezier wensen bij de digitale nazit. Wij komen niet meer terug bij elkaar. Dus nogmaals hartelijk dank voor je aanwezigheid en tot de volgende keer. Volgens mij hoeven we alleen maar te blijven hangen en verdwijnen wij vanzelf in groepen. En dit kan eventjes duren. Ik begreep dat het niet langer dan een minuutje gaat duren. Dus wie weet, tot ziens.